Ik heb last van wat ze noemen de ham, waardoor al mijn zintuigen openstaan. En ook andere zintuigen hun werk doen. Waardoor ik gewoon de waarheid voel. Gewoon zie wanneer mensen liegen, wanneer er leugens zijn. Ik zie overal de poppenkast. Ik geloof daarom ook gewoon, ik heb dat al bijna 5 jaar. Vanaf het begin geloof ik al niet in corona. Het is niet wat de overheid zegt dat het is. Ik zie dat echt spiritueel. Ik ben ook wel gelovig. Dat er echt wel iets groots is. Niet zoals de kerk en echt een goddelijk iets. Ja, nu worden we natuurlijk gezien als terrorist. Dus ja, gooi we allemaal maar het geloof weg, hè. Gaan we allemaal maar gewoon braaf, de overheid. Gaan we dan toch maar wel het mondkapje opdoen. En gaan we maar net doen alsof COVID echt is of zo. En meedoen met het bange gedoe. Ja, dus niet. Als je aan mij geloof wil komen, dan ja, doe je ding, maar je pakt het toch niet. Dan wil je alles van me afpakken, dan wil je me opsluiten in een hockey. Dan wil je me in een FEMA camp hebben, omdat ik veel te gevaarlijk ben. Dan is dat wat het is. Er zijn al zoveel bloedzuigers, er zijn al zoveel vampieren. Die denken dat ze iets aan mijn denkwijze kunnen veranderen en niet weten hoe eigenwijs ik ben. Niet snappen dat God bij mij is, dat ik bij God ben. Niet snappen wat er om mij heen gebeurt. Daar kom je niet in. Daar waar iedereen nu doorheen gaat, daar ben ik doorheen gegaan in 2016. Bij mij duurde het 2 jaar. En misschien duurde het bij mij 2 jaar omdat ik zo gevoelig ben en duurde het lang. Misschien duurde het bij mij 2 jaar omdat ik zo sterk ben en gaat het bij andere mensen veel langer duren. Dus als je nu al... Ik ben vanaf het begin met niks bijgegaan. Ik ben nergens in getrapt. Natuurlijk heb ik af en toe met bepaalde mensen lopen resoneren wat uiteindelijk vals bleek. Iedereen kan positief doen. Dus iedereen kan dingen zeggen die leuk zijn. Het gaat om de waarheid. En de waarheid zit in mij. Je hoeft niet naar mij te luisteren, want de waarheid zit in jou. Je hoeft niet naar mij of naar jou te luisteren, want God is de waarheid. De energievelden om je heen, dat is de waarheid. Dat waar je nu bent, is de waarheid. Dus ik... Ik ben een terrorist. Waarom? Omdat ik licht in me draag en daar zijn ze bang voor. Ga jij je licht maar lekker doven, ga jij maar lekker boos en agressief doen? Mij krijgen ze niet klein.